Kilian Mbappé heeft nu al een record gebroken bij Real Madrid. Maar liefst 85.000 fans waren aanwezig bij zijn indrukwekkende presentatie in het Santiago Bernabéu Stadion. Wat de drugsbezochte presentatie ooit was in de geschiedenis van de club. De fans gingen helemaal los toen Mbappé met een grote glimlach zijn belofte maakte: Ik beloof mijn leven te geven voor Real Madrid. Hij zei ook dat hij al jaren van dit moment droomde en dat het nu echt gebeurd is. Enkele uren voordat de deuren opengingen, stonden er al lange rijen bij het stadion. De verkoop van shirts met Mbappé's naam erop. Voor 190 euro per stuk ging als een speer. Mbappé gaat spelen met rug nummer 9, omdat Venetius Jr. al met nummer 7 speelt. En de Fransman vertelde dat hij rug nummer 10 niet van Luca Modric wilde opeisen. Mbappé wordt de best betaalde speler in de geschiedenis van de club met een tekenbonus van 150 miljoen euro en een salaris van maar liefst 17,5 miljoen euro per jaar. Dat betekent dat hij inclusief zijn tekengeld -in bijna 4 miljoen euro per maand verdient. En dat is een uurloon van 5.422 euro. Per minuut verdient Mbappé 90 euro. Is hij de investering waard? Laat het weten.